Hallo, welkom bij een nieuwe Sims video. Vandaag ga ik terug verder met mijn Sim. Ik ga even kijken wat we gaan doen. We gaan beginnen met iets te eten. Sorry dat ik de afgelopen 2 weken geen video heb gepost. Ik weet niet hoe het komt, gewoon te druk gehad zeker. En vorige week was het zo'n mooi weer dat ik echt niet kon binnenzitten om een Sims video op te nemen. Maar we zijn terug, helemaal terug. Even iets eten eerst. En dan een douche pakken. Ze moet straks werken, maar ik ga zorgen dat ze thuis werkt. Waar komen we nu weer? Oeh, er staat hier niet tussen. Oeh, Gunther. Ja, ik wil hem mee bellen. Maar ik wil niet op een afspraak. Ja, ik wil eerst eigenlijk bellen. Ik ga straks wel nog eens bellen. Ik ga hem dan wel hier uitnodigen. Waarom kan ik vandaag niet thuis werken? Ik wil met mijn werk. Zwat. Maar eerst eventjes douchen. Dat er er mooi uitzien. En ze is klaar om naar haar werk te gaan. We gaan haar even laten. Ondertussen ga ik hier al mijn meldingen wissen. En als ze terug thuis komt, gaan we wel iets leuks doen. Oh, mijn huur is gekomen. Ik heb geen geld. Oeps. Hopelijk heb ik... Oeh, ze is wel gespannen vandaag. En ze is terug thuis. Dus we kunnen het recht bellen, nee, naar de Gunther. Waar is de Gunther? Hier. Voordat we echt een date gaan doen, gaan we eerst nog een beetje babbelen aan de telefoon. Zo, klaar met bellen. En nu kunnen we eigenlijk hem uitnodigen. Hier, voilà. En ondertussen gaan we omkleden. Niets feestelijks. Dit jurkje. Vind ik wel mooi eigenlijk. Echt zo'n mooi detail. Maar waar ben je eigenlijk? Hunter, waar ben je? Waar is Hunter? Is hij nu echt al weg? Ik ga toch voor deze outfit gaan. Of niet? Nee, toch niet. Gaan we toch dit doen? Ik ga terug met de baan naar Gunther, maar Gunther is weg. Waarom ben je weg, Gunther? Of zou hij beneden zijn? Dat kan natuurlijk ook altijd. Waar is Gunther? Ik zie hem hier ook niet. Ah, wat? Waar kom jij nu opeens aanlopen? Oh. Wie een knuffel. Onze vriendschap is weer niet goed genoeg. Nee, maar die had inderdaad het sleutel van een appartement.
dan gaan we. Kindje probeert te maken, want daarvoor heb je je vriendschap nodig, al je liefde. Wel een beetje gek. Welcome to my bed, Hunter. Oeh, wat een leuke pyjama. Cute! Het is grappig dat hier zo schaduwen van mensen. Maar goed, dus dan eigenlijk met zo'n bed die super hard is opgemaakt. Oeh, en is een spleet, betekent dat dan een kindje? Bed blijven staan. We gaan toch nog praten. Hey, ben je weg? Ik ging met een auto doen. Gewoon ga je even maar naar buiten. Gaat hij eindelijk een keer ja zeggen? Ja, hij heeft ja gezegd. Cute. Oh, superleuk. Dan kunnen we beginnen met de voorbereidingen van onze trouw. Wat wordt dat nog voor deze aflevering? Het is zo'n beetje te veel zijn op een dagje. We gaan eerst iets eten. Of ik kan er een korte aflevering van maken en dan gewoon de volgende keer trouwen. Dat gaat ook. Dan kan ik hem eigenlijk nu al ongeveer plannen. Toen ook nog yoga doen. Zodat ze er steeds beter en beter in wordt. En dan een social media post plaatsen. Anders kan ik morgen niet naar mijn werk. Oei, mijn douche is kapot. Even echt gewoon aan het rondkijken wat ze haar yoga doet. Zo, mijn profiel is bijgewerkt. Dan nog de douche gestaan en dan kunnen we slapen. Hè?
gaan thuiswerken. Dit is het begin van de dag. Ik ga hem zo meteen afsluiten, want anders zou het te veel spanning in één dag kunnen zijn. Anders gaat ze trouwen op deze dag. Of gaat ze ontdekken dat ze misschien zwanger is. Want ik kan hier een zwangerschapstest zien en ik moet mezelf verbieden om dat niet te doen in deze aflevering. Dus we gaan nog even ontbijten. En daarna gaan we stoppen met deze aflevering. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende Sims aflevering terug. En ik hoop, beloof dat het geen 2 weken meer gaat duren. Doodles!